In het Gelderse Laag-Keppel heeft Trudy al jaren een prachtige aangelegde stinsentuin. Stinsen zijn eigenlijk verwilderde planten die oorspronkelijk vooral in tuinen van landhuizen staan. Trudy tuiniert er al jaren mee. Met succes. Hier is het allemaal begonnen. Het was oorspronkelijk een kleuterschool. En eigenlijk zie je dat nog wel aan die grote ramen. Die kleutertjes die hadden hier een heerlijk bos van een halve hectare. En wij, de kleuterschool, raakten leeg, fuseren en zo. Dat is al een tijd geleden, hè? Dat was in de 80er jaren. Maar wij hadden het geluk dat we hier konden gaan wonen zelfs. We zien het huis, de Manpad in Heemstede, een historische buitenplaats waar ik voor mijn werk moest zijn, voor een restauratieplan. Dat was in de 80er jaren al. En ik had er nog nauwelijks ooit van gehoord van stinsenplanten. Maar daar stonden ze op een buitenplaats, vruchtbare grond, onder de oude linden bij het huis de Manpad in Heemstede. En dat ziet er helemaal wit van. En dat is nou het massale effect wat bij stinsenplanten hoort. Hè? Dat massale effect, alleen maar die sneeuwklokjes. En toen dacht ik bij mezelf, dat wil ik ook. Dat wil ik ook. Toen wij hier kwamen en toen we hier moesten beginnen, was hier alleen maar zuur eikenblad. Een heel dik pak. En daar kwam ook niks doorheen aan onderbegroeiing. Laat staan aan bolletjes of stinsenplanten. En dat hebben we weggehaald. En dan kwam er een bemost, ja, een beetje grasachtig gebeuren onder tevoorschijn. En dat is ons bosweidje met stinsenplanten geworden. Want we hebben de bladaarde en kalk aan toegevoegd. En de eerste sneeuwklokjes geplant om te verwilderen. Want daar gaat het om, hè? Die paar honderd bolletjes hier, dat zijn er nu duizenden. En die breiden zich ook overal uit in de tuin. Zo is het begonnen. Je moet je voorstellen, wij begonnen hier met zo'n plekje. Ongelooflijk. En die hadden we meegenomen van een prachtig park in Salzburg, Oostenrijk. Maar als je dan vervolgens die gele anemoon, zo'n plekje, daar neerzet, de wortelstokjes een beetje uitplant, ze hebben heel veel mooie wortelstokjes, dan zie je ze groeien. En het explodeerde, dat kun je wel zien. Want dat plekje werd zo'n plekje en na 2 jaar zo'n plek. Zo deden de oude tuinbazen dat ook. Maar vergeet niet dat we wel aan de bodemverbetering eerst wat hebben gedaan. En ik pak wat er alweer recht onder die toplaag zit om te laten zien. Ik zie ook een regenworm, heel goed teken. Hierin zitten miljoenen schimmels en bodembacteriën die bezig zijn al dat blad lekker te verteren. Dankzij de kalk hebben ze nodig, ook als voedingsstof en bouwstof, lukt dat. En die hoop ligt te wachten om in de winter weer terug te brengen door onze hele tuin. En ik zou iedereen willen oproepen, doe je blad niet weg, maak een bladhoop en maak een stinsenplekje en zorg voor die kringloop, klein of groot. En dan zorg je ook goed voor de bodem. Vergeet het bodemleven niet. Heeft het al zo zwaar in Nederland? Maar die stinsenplanten en ook de oude bomen help je met bladaarde. Trudy experimenteert er aardig op los in haar tuin. Je ziet het zo. In Laag-Keppel heeft Trudy een prachtig aangelegde stinsentuin. Haar liefde voor bloeiende planten heeft ze al sinds haar jeugd. Als heel klein meisje was ik al dol op bloemen. Maar dat herinner ik me vooral uit het fotoalbum van mijn moeder. De oudste jeugdherinnering heeft ook met bloemen te maken. En ik sta niet toevallig stil bij deze akkelei. Hij moet nog gaan bloeien. Hoort helemaal thuis in deze bostuin. Hij wordt ongeveer zo hoog. En mijn oudste jeugdherinnering, toen moest ik echt heel klein zijn. Dat was vroeger toen ik een van onder, ik ga even naar beneden, hij wordt dus zo hoog. Hij kon van onder erin kijken, zo klein was ik. En ik zag het wonder van die mooie bloem.
met de bij erin, een hommel was er, in de tuin van mijn vader en moeder. En daar is het allemaal begonnen, de verwondering om die bloem en ja, de liefde voor de akkeleien, pracht van de jeugdherinnering. Dit is het graf van mijn hond. Mijn hond Warde, de trouwe herdershond, die heel veel bij me is geweest. Ik heb er heel veel mee gewandeld, zoals altijd aan me zei. Geliefde hond is hier begraven. En ik heb er een paar bosanemonen neergezet. Het is nu 8 jaar geleden dat ik haar begroef. En de bosanemonen, die doen me elk jaar weer, ja, eigenlijk met vreugde terugdenken aan mijn trouwe hond van toen. Die zijn zo weelderig gaan bloeien binnen 8 jaar. Het is echt een stinse plantenverhaal. En ter nagedachtenis van een geliefde hond. We hebben in deze bostuin, die van nature droog is, een natte plek gemaakt door het regenwater van alle dakgoten af te koppelen en in één buis hierheen te leiden. Als het hard regent, komt hier heel veel water uitstromen. En dat staat dan een tijdje stil. We hebben er precies die vochtminnende soorten in gezet. Ja, die gaan hier ook weer prachtig verwilderen. Zoals de kievitsbloemen. Kijk, hier. Ik moet nog uitkijken. Het is soms moeilijk lopen, hè? Anders trap je erop. Zo'n kievitsbloem. Prachtig geblokt paarse kievitsbloem die ook inheems is op vochtige plekken in ons land. Die gaat hier groeien en bloeien. Hier staan we midden in mijn experiment. Dat is nou even wat anders als die mooie stinse planten onder een 100-jarige eik. Want daar zouden deze bollen het niet doen. Nou, mijn experiment is, wat komt er terug? Geen verwildering van 5 naar 100, maar van 1 tulp die er volgend jaar misschien 2 is of 3. En die ervaring wil ik opdoen in deze experimentenbollentuin. Je kunt zelf tuinieren met stinse planten, met die historische groep. Je kunt het op een ecologische manier doen. En je kunt zelf heel blij worden, iedere lente opnieuw. Maak jezelf gelukkig met stinse planten.